Goedendag, welkom bij Studio Vlaams Parlement. Vrijdag had het grote debat hier in de plenaire moeten worden over de regeerverklaring van de nieuwe regering van minister-president Jan Jambon. Het is heel anders uitgedraaid na een eerste politieke incident meteen van deze coalitie. Jan Jambon die de begrotingstabellen wel heeft, maar ze niet wil geven. Alleen al omdat de oppositie het vraagt. Bij ons oppositie, Meirem Almaci van Groen. Ja, wat was me dat vrijdag? Jullie hebben op een bepaald moment gezegd, goed, dan hoeft het niet meer hè, voor ons vandaag. Goh, als je kind naar huis komt met een rapport waar je wilt spreken over de inhoud, maar niet over de cijfers, ja, dan is dat niet ernstig. Hetzelfde, hè. Als je een belastingaangifte wil invullen of moet invullen, dan neemt de Belastingdienst er ook geen genoegen mee als daar geen cijfers op staan. Je kan geen degelijk debat voeren en Vlamingen verdienen wel om te weten waar ze aan toe zijn bij de start van deze regering. Je kan niet alleen maar vertellen wat je gaat uitgeven als je niet gaat vertellen waar je gaat besparen. En we horen van alle cijfers circuleren. Bijvoorbeeld iets meer dan 200 miljoen euro voor de zorg, voor de wachtlijsten. Blijkt dat dat niet eens genoeg is om de minimale noden die er zijn, de mensen die al zeer lang op wachtlijsten staan, om die tegemoet te komen. Wel even meer over die begroting as such, of wat het weinige wat we ervan weten. Maar het ging ook over de manier waarop natuurlijk. Absoluut. Die begrotingstabellen, daarover zou je nog kunnen zeggen, die moeten nog eens gecheckt worden door de administratie. Maar de manier waarop, dat was dus zeggen, ja, omdat de oppositie het vraagt, ben ik zeker niet meer geneigd om het te doen. Wat vindt u van die stijl ten aanzien van het parlement? Wel, een minister-president moet minister-president zijn voor alle Vlamingen. Ongeacht op wie ze hebben gestemd op 26 mei. Minister-president moet de parlementaire democratie respecteren en niet opheffen en vervangen door zijn eigen willekeur. Als hij die cijfers heeft en hij heeft de septemberverklaring gebracht met de bedoeling om ook krachtlijnen van een begroting te geven, ja, dan ga je daar niet mee uitpakken op een feestje van doorbraak om ze vervolgens te onthouden aan het parlement. Dat is eigenlijk lachen met dat parlement. Was u anders wel in de plenaire gebleven zonder het incident of politiek incident, dat bommetje van dat feestje? Wel, wij hebben eigenlijk een constructief voorstel gedaan om als parlement ons werk te kunnen doen op een goede manier en om met die Vlamingen echt een debat aan te gaan over welke richting wij zouden uitgaan, zij uitgaan enzovoort. We hebben voorgesteld om het debat pas te voeren als alle cijfers daar waren. Dus volgende week dan. Als men moest doorrekenen, dat men dan ook ernstig kan doorrekenen, dat we een ernstig debat kunnen houden. Maar je kan natuurlijk niet, s'avonds de dag nadat je je eet hebt afgelegd op een feestje, jezelf op de borst kloppen, met spierballen rollen en zeggen, ik heb het allemaal liggen, er een hele promocampagne rond te doen als N-VA, hè, waar ook de CD&V en de VLD niet van op de hoogte zijn hoeveel welk lokaal bestuur zou krijgen, om vervolgens tegen dat parlement te zeggen, maar jullie, nee, aan jullie geef ik het niet. Zo werkt de democratie niet. Dat is iets voor schimmige regimes, dat is voor autoritaire regimes en dat is Vlaanderen gelukkig niet. Vlamingen en Vlaanderen verdienen echt wel beter. Ook een, het is misschien een bagatel of een veelzeggend detail. Op een bepaald moment, oppositie, onder meer jullie verlaten de zaal, waarop de meerderheid ja noodgedwongen met zichzelf in gesprek en debat gaat. Op een bepaald moment is er de toelichting op het spreekgestoelte van Willem Frederik Schiels, fractieleider Open VLD. En dan zoomen de camera's toevallig in op de minister-president. Die is een spelletje aan het spelen, Angry Birds. Wint op dat moment ook 3 sterren. Ja, dat is bijzonder pijnlijk natuurlijk. Hè, want dat is nog eens een illustratie van de dédain voor het parlement. En Jan Peumans had daarvoor al gezegd, ja, deze minister-president Jan Jambon, en het is van zijn eigen partij, heeft het parlement te kakken gezet. Dat zijn niet mijn woorden, dat zijn de woorden van de voormalige voorzitter van dit half front. Van N-VA. Ja, van N-VA. Ik zou zelf die woorden misschien niet gebruiken, maar het gaat wel daarom. Het dédain dat wordt tentoongespreid als zelfs een coalitiepartner aan het woord is van woorden. De oppositie is er op dat moment niet meer, maar zelfs terwijl een collega-fractieleider van de VLD aan het praten is. Dat zegt wel heel veel. Maar goed, de dag ervoor heeft meneer Jambon bij doorbraak ook gezegd dat dat niet zijn voorkeurpartners waren. Dat is een heel slechte manier om een coalitie te beginnen. Hè? Daar kom ik dadelijk op terug. Er is misschien wel iemand die kon ingrijpen in dat parlement en dat is de nieuwe voorzitter. Ja. Die kan zeggen, aandachtig, beste, luister naar die partner. Dat is Lisbeth Holman. Ja, en van de voorzitter van het parlement verwacht ik dat hij op zoek gaat naar een werkbaar compromis waar alle partijen, oppositie en meerderheid het mee eens zijn. Niet het voorstel van de minister-president
gewoon blijven volgen wat ze eigenlijk in de feiten heeft gedaan. Dus daar ben ik wel in teleurgesteld. Ik had verwacht dat mevrouw Homans toch meer, zoals meneer Peumans in het verleden deed, ja, de rechten van het parlement en het reglement zou laten respecteren. Maar goed, meneer Jan Bon spreekt veel over rechten en plichten voor Vlamingen als burgers. Meneer Jan Bon heeft ook de plicht om de parlementaire democratie en het reglement van dit halfrond te respecteren. Dat als gevolg van wat daar donderdagavond gezegd geweest is over de begrotingstabellen. Mm-hmm. Maar dat heeft misschien ook iets anders ondergesneeuwd dat daar werd gezegd. Hè. Mm-hmm. Stond gepubliceerd op KNAK. En dat was Jan Bon die het had over de gesprekken in der tijd met het Vlaams Belang, waar hij zeer duidelijk benadrukte dat het erom te doen was om een meerderheid met het Vlaams Belang te smeden. Dat ze daar zeer bewust veel gesprekken over hebben gehad en dat het voor hen absoluut denkbaar was. Ja, eigenlijk zegt hij daar heel duidelijk, eigenlijk wilde ik met het Vlaams Belang, maar het kon helaas niet, dus hebben we maar met CD&V en VLD een akkoord gemaakt. Tweede keuze. Ja, tweede keus, heel duidelijk. De tweede keuspartijen die vandaag ook dit schouwspel moeten ondergaan. Een minister-president die 's avonds stoere Jan is, om dan 's morgens terug te moeten krabbelen van donderdag op vrijdag. Ja, dit is een heel slecht begin. Je moet minister-president zijn voor alle Vlamingen. En als je een coalitie smeet, dan hoop ik dat je daar een team kan neerzetten, een ploeg. Maar wat meneer Jan Bon eigenlijk zegt is van, ja, ik ben de minister-president, het draait om mijn project, de rest mag volgen en eigenlijk had ik het liever met een andere partij gedaan. Die geest, die adem van het Vlaams Belang, die voel je doorheen heel het akkoord. Het heeft één verdienste, het is zeer duidelijk rechts. Hè. Het is zeer duidelijk dat op vlak van samenleven men een keuze heeft gemaakt om naar A- en B-burgers te gaan. Dat men op vlak van klimaat eigenlijk tegen de klimaatjongeren zegt, we gaan jullie zelfs verhinderen om jullie klimaatengagement op te nemen en nog te gaan manifesteren. Ja. We blijven overal onder de lat wat klimaat betreft, terwijl Nederland en Duitsland en heel Scandinavië een heel ander parcours aan het opgaan zijn. Je ziet dat dit een regering is van de wantrouwen binnen de ploeg, maar ook binnen het akkoord. Dat over die Vlaams Belang. Op KNAK viel ook te lezen dat hij het over jullie op een bepaald moment even had. Het was ook de enige oppositiepartij waar hij over sprak. En hij had het over jullie. Hij zei, ja, een partij die maandenlang elke dag loopt te kwetteren, dan maar 0,1% groeit. Ik zou groen zien. Zei. Ja, ik kan me voorstellen dat die tabellen achterblijven, want meneer Jan Bon kan duidelijk niet goed rekenen over onze vooruitgang. Maar vooral, zijn partij heeft een stevige opdoffer gekregen bij de laatste verkiezingen. Dus is 1/4 van zijn kiezers kwijt. Dan zou ik toch iets bescheidener zijn. En als u spreekt over samenwerking, luister naar mijn woorden, maar kijk niet naar mijn daden. Als u spreekt in uw regeerakkoord over samenwerking en vervolgens spreekt u zo over een andere partij waarvan u dan verwacht dat zij constructief zijn. Ja, laat ons zeggen dat dat niet het soort leiderschap is dat ik denk dat Vlaanderen nodig heeft om boven zichzelf te kunnen uitstijgen. Want er zijn heel veel mensen die op ons hebben gestemd, maar er zijn ook heel veel mensen die op de partijen die nu in de meerderheid zitten hebben gestemd, ook met de vraag om meer klimaatambitie te tonen. 85% van de Vlamingen vraagt dat er werk wordt gemaakt van echte klimaatambitie. En eigenlijk geeft hij al die mensen nu mee een slag in hun gezicht. Om af te ronden, het is nu de start van het politieke jaar, nieuwe legislatuur. We kunnen uit de voorbije dagen nog niet meteen heel veel concluderen, maar we zagen wel, of bent u ermee eens, dat we een andere stijl gezien hebben? En wat voor een? Anders dan die... Ja. Sobere, wat ambtelijke Geert Bourgeois? Ja, maar ik denk dat het ook te maken heeft met de rol die Jan Peumans op zich nam. Hè, om echt in het parlement te zorgen dat de reglementen werden gerespecteerd en dat de normale degelijke werking kon worden gegarandeerd. Op dit moment is dat niet zo. En dan zie je natuurlijk dat misschien de minister-president Jan Bon had verwacht dat hij hier een gemakkelijk parlement zou krijgen, maar dat de Vlaamse parlementsleden terecht hun tanden tonen. En trouwens niet alleen vanuit de oppositie. Ik heb toch ook een aantal opmerkelijke tussenkomsten gehoord van binnen in de meerderheid zelf. Hè. Ja, Siam El-Kawakibi bijvoorbeeld. Ik heb daar veel respect voor. Maar het hangt natuurlijk ook samen met de manier waarop dit parlement wordt geleid. En ik hoop dat we wat dat betreft dat de voorzitter haar draai kan vinden en dat ze met de nodige ruggensteun van het hele parlement, hè, dat we een andere werking krijgen met de minister-president die de democratie beter respecteert. Want hiermee zegt hij eigenlijk tegen de Vlamingen, mijn wil is wet. Ja, dat is geen goed begin wat mij betreft. U had het even over die partij in de meerderheid. Inderdaad, ook vrijdag een opmerkelijke tussenkomst van mevrouw El-Kawakibi. Die
toch blijkbaar niet eens is met dat neutraliteitsprincipe. Te zeggen, bijvoorbeeld wijst ze op dames met een hoofddoek die hun job moeten verlaten, geen job vinden. Mm-hmm. En dat deze regering dat bestendigt, die voelt zich niet goed in deze coalitie, dacht ik. Ik denk vooral dat mevrouw Al-Kawakibi haar eigen verhaal heeft gebracht. En ik heb daar ongelooflijk veel respect voor. Ik hoop dat we meer parlementsleden krijgen, ook vanuit de meerderheid, die hun parlementaire controlerecht op een goede manier uitoefenen. Wij zullen misschien van mening verschillen, maar laat ons dat dan beschaafd doen en met respect voor parlementaire werking. Want waar het de kern van het debat is dat we met elkaar moeten praten op welke manier we Vlaanderen vooruit helpen. En wat ons betreft doe je dat niet door een hindernissenparcours op te werpen op vlak van integratie. Doe je dat niet door mensen meer te laten betalen voor een ticket voor de samenleving. Als je dat geld niet hebt, wat gebeurt er dan? Doe je dat niet door in plaats van Unia een eigen Unia op te richten? Doe je dat niet door een eigen staatsveiligheid op te richten? Ja. Allemaal nieuwe vehikels die ook nog eens geld kosten. Dan doe je dat door te zoeken op welke manier we het beter kunnen doen wat we vandaag doen. En die ambitie die we uitspreken ook waar te maken samen met het voltallige parlement. Ja. Dan doe je dat niet door mensen die klimaatambitie belangrijk vinden belachelijk te maken binnen of buiten het parlement. Okay. En daar verwacht ik toch echt wel een shift. Want als wij vragen om cijfers, dan is dat geen spel. Hè. Vandaag afgelopen week heeft de politiek verloren. Dit voedt de antipolitiek. Mensen willen weten hoe hun toekomst gaat veranderen. Of zij nog altijd lang moeten wachten op een plaats in de zorg bijvoorbeeld. Dat zijn heel concrete zaken waar wij als Vlaams parlement een antwoord op moeten kunnen geven. Maar dat kan je alleen maar als je weet op welke manier er gaat gekookt worden. Koken kost geld en wij moeten weten hoe die budgetten liggen. Benieuwd naar die cijfers die eraan komen. En absoluut, wat want dat is de kern van de zaak. Beslist worden of wat er zal overblijven op termijn van dat regeerakkoord. Laatste vraag, je kan er niet omheen. U zit hier nu als voorzitter van Groen. Er is die andere kandidaat voorzitter. Björn Zoska zat vorige week nog hier bij ons in de studio. Hoe schat u uw kansen in? Weet je, het goede aan onze partij is dat wij allebei kandidaat zijn voor Groen en voor een project voor die partij. U zou een moeilijk kandidaat tegen Groen zijn natuurlijk. Ja, nee. Maar soms wordt het een soort oppositiespel alsof we tegen elkaar... Nee, we komen allebei met een project voor de partij. Nou, jullie zijn vrij mild samen voor met elkaar. Een running merkt, mee. Omdat we ook... We zijn het ook grotendeel eens op. Terwijl het zou misschien wat debat opleveren. Misschien heeft de partij daar nood aan of zo. Maar waar ik denk dat onze militanten en eigenlijk de hele samenleving nood aan heeft, is dat je constructieve debatten voert intern, waar ze thuis horen, zoals we dat eigenlijk deze week hadden moeten doen in het Vlaams wanneer parlement. Wanneer weten we wie voorzitter wordt? Wanneer is dat ook? Dat is op 19 oktober. 19 en ik kijk uit. De race is zeer sportief en ik hou het ook zo. En vooral intern, dat is de beste manier om de partij te doen groeien. Bedankt mevrouw Wamachi voor dit gesprek. U ook om dit te volgen. Toch een bijzondere eerste week hier in het Vlaams parlement met die start van de nieuwe regering. Regering van minister-president Jan Jambon en meteen een politiek incident. Volgende week zijn we er natuurlijk ook. En dan is er die fameuze commissie over de begroting waar ondertussen iedereen om vraagt en naar uitkijkt. En dan woensdag de eerste echte gewone plenaire vergadering in dit halfrond.